Het Arnhemse college wil zijn vingers niet branden aan uitspraken over de wenselijkheid van de komst van de biomassacentrale op het industriepark Kleefse Waard. Wethouder Jan van Dellen wil opheldering van de provincie in deze kwestie. TV-verslaggever Hubert Vets sprak met de wethouder Jan van Dellen en met Mark Bos van de werkgroep Behoud Bomen Arnhem. Wil u die centrale eigenlijk wel of niet binnen uw gemeentegrens? In 2016 zijn de vergunningen verleend om die biomassacentrale hier te doen. En dat is in lijn met wat het Rijk ook graag ziet vanuit Nederland. We moeten van de Groningse gas af. Dat past ook binnen de kaders die we als gemeente hebben gesteld. Alleen de wereld verandert. Wat zijn de mogelijkheden daarin om dit eventueel nog tegen te houden? Nou, wat ik in de raad ook heb gezegd, er zijn de vergunningen in 2016 verleend. Afgegeven door de provincie. Dus dat is de bevoegde instantie. Dus wij als gemeente kunnen we daar niet zoveel van zeggen en wel wat van vinden. Maar het is onherroepelijk. Dat betekent dat er geen bezwaarschriften meer kunnen komen. En dat dat ook staat als een huis. Dus er schijnt nu een partij geweest. Die ligt nu bij de provincie. En de bestuurders deden ze op wat ze daarmee moeten. Ja, ik denk dat dat geen kans heeft en geen kans maakt. Maar ja, we zullen wel kijken wat dat weer doet. Wat gaat u nu doen? Want motie vanavond is niet aangenomen. Maar wat zijn de stappen die u daarin nu gaat zetten? Ja, twee dingen. Dat heb ik in de raad ook gezegd. Ik vind wat we nu doen in deze stad met dit soort bedrijven is niet ver genoeg. Ik vind dat we naar een CO2-reductie van nul moeten. Nul uitstoot. En daar gaan we ook voor. En dat heb je ook gezien afgelopen jaar van dit college. Gaan we daar vergaande stappen in doen. En dan zal ik ook oproepen naar Veolia. Wat kan je nog meer doen? En ze hebben al toegezegd dat er een aantal innovaties komen die elke keer die uitstoot ook terugbrengt. Het is een transitie, het zijn tussenstappen. Het tweede is, ik wil ook gewoon weten van de provincie hoe ze tegen dit soort dingen aankijken. En daar heb ik ook van gezegd, daarmee ga ik ook de raad ook terug informeren wat ik daar heb opgehaald. Wat is de kern van uw boodschap? Nou, dat de biomassacentrale eigenlijk niet geopend moet gaan worden. Omdat het een hele vervuilende installatie is die een bedreiging is voor de bossen in de wereld. Maar zeker ook voor de bossen hier in Arnhem. Natura 2000 gebieden komen echt wel onder druk te staan zoals de Veluwe. Maar ook de Rijntakken met extra stikstofuitstoot. En ja, het is ook natuurlijk CO2-uitstoot. Dus het is gewoon, voor iedereen is het gewoon een debakel. Ja, het woord bio geeft misschien het idee dat het groen en goed is, maar het is echt een afschuwelijk medium geworden, want het gaat niet over groen. Het gaat over het vernietigen van onze bossen. Het gaat over het vernietigen van bossen in Amerika, Canada, de Baltische Staten en ga zo maar door. Iedereen die gewoon kwalitatief goed hout kan leveren, die levert dat. Het is een miljardenindustrie geworden en het is echt te gek voor woorden dat we dit maar blijven tolereren als Nederland. De heer Van Dijk heeft vorige week beweerd dat het onomkeerbaar was. Nou, dat is absoluut niet waar. Dat is onjuiste informatie aan de raad ook geweest. En ook aan de burgers van Arnhem. Het is gewoon herroepbaar. En de natuurvergunning kan gewoon ingetrokken worden. Wat zou er moeten gebeuren volgens u om die vergunning alsnog te herroepen? Nou ja, de gemeente moet dan eigenlijk een verzoek doen tot de actualisatie. En ze moeten natuurlijk dan gewoon richting de provincie zeggen van trek deze vergunning, natuurvergunning in, zodat het opnieuw bekeken moet gaan worden.